After, ja. Brak. Waar is mijn bed? Waar is de douche? En wat brengt ons ook alweer in Steenwijk? Rabo Rock. Yeah! 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 VVTV. Hoi, ik was even zelf aan het tappen. Ben je er ook een? Jongens, aan tafel! Lunch. Wist u dat? Alleen van alle levende wezens, alleen cavia's hun eigen vitamine C aanmaken. En daarom heb je dus ook die tabletjes en die dingen die je dan zelf kan nemen. Omdat je moet het toch binnenkrijgen. Zou dan die C, zou die ook afgeleid zijn van cavia? Het zou kunnen. Maar het voedingsadvies voor deze week is: eet elke week een cavia. Minimaal, één cavia. Een cavia a day keeps the doctor away. Tot zover. Jimmy filmt vlak van de dag. Welkom bij alweer aflevering 2 van Fruit van de Dag. Vandaag met Simon Gitsel. Simon, wat eten we vandaag? Kiwi onder andere. Kiwi-schijfjes. Wat is er zo specifiek zo goed aan kiwi? Nou, het is volgens mij een vitamine C-bom, zegt men. Dat vind ik een prettige gedachte. Waar heb je vitamine C voor nodig, zo in de dagelijkse? Ja, weet ik niet, is dat afweer of zo? Ja, je hebt het gewoon nodig. Als je het niet hebt, dan... Scheurbuik. Scheurbuik krijg je van. Ja, je maakt het zelf niet aan, hoor. Dames en heren, hoort het. Als u geen scheurbuik wilt, volg dan het advies van Simon en eet elke dag een kiwi. Tot de volgende keer. Ik heb 3 pedalen hier. Dat zit niet in de... Deze is voor de sustain. Dat zit niet in de piano, toch? Blijft de piano uitklinken? Dat zit niet in de elektrische piano, toch? Deze is voor dempen. Maar je middelste... Ja, ik weet nu waar die middelste voor is. Nu opletten, hè? Middelste is hiervoor. Die groene en die rode en die hele stukjes in die schaal, die wil ik helemaal. Hey Simon, heb jij misschien een slade voor mij? Slade voor mij, ja, ja. Slade voor mij. Hey Simon, heb jij misschien een slade voor mij? Ik heb daarin zo'n zin. Ik heb daarin zo'n zin. Ik heb daarin zo'n zin. Beetje consternatie, iedereen staat buiten. Ja, ik snap het allemaal niet. Het brandalarm ging net af. Terwijl Burn toch al een tijdje geleden was. Heb je zoiets van Ella? Nou, ik ben Ronald. Ik ben Ronald. Oh, jij bent diegene die bij die andere knekker sprong. Ja! Ja. Ik wil even weten wat er aan de hand was. Ja, dat weet ik zelf. Doe alsjeblieft voorzichtig met vuur. Ja, we hebben dus van een aantal lieve diehard fans, kunnen we gerust zeggen. We hebben een overlevingspakket gekregen voor in het theater. Nou, en in de brief Xander heeft dat van alles beschreven, maar je kunt het ook hier zien. Kaarten, waar als onze velen. Burn. Chocolade, burn. Iets te maken hebben met een lied, denk ik. Pinda's. Rammelaar. Een echt bord. Hier, check it out. Mikado. Oh, dat is toch leuk, dit? Oh, god. Mikado, we speelden dat in... Je moet hem even openmaken. Ja, maar dat speelden we met lepeltjes. We waren geen wedstrijdlepeltjes, natuurlijk. Maar dit... Dit zijn aardige wedstrijdlepels. Dit zijn wel wedstrijdlepeltjes, hoor. Dit kan je ook heel makkelijk checken, hè? Dit zijn echt de stingers 3000. Als je op één vinger zo kan... Dit zijn duidelijk wedstrijdlepeltjes. Make-up TV, aflevering 1. Nee.
Van Velsen komt niet meer in de McDrive hier, hoor. Heel leuk, Jill. Nou, ik ben benieuwd wat er hier gaat gebeuren bij dit raam. Ik moet zeggen, ik ben Nou, dat is een verrassing, zeg. En one of them is not touching the ground. It's also always a sign of good taste. Yeah. Yeah. It's like Michael Knight or Knight Rider is riding on two. It's kind of the same thing, you know. It's great. I like it. Cameraman, if you look at it from this side, you can clearly see it's not touching the ground. You know, it's great. It's like Knight Rider, a kid, it's jumping over, you know, something like that. Driving on two wheels. It's great. It's the way forward. Are you still filming? So yeah, we had a great gig here in Harderwijk here, and we are now going home. It was rock and roll, Harderwijk, rock capital of Europe. Yeah. Yeah. I am the governator. Yeah. Tweede dag theater, tweede keer McDonald's. Is the food of the future. Look, it's chicken, but no, there's no feathers, nothing on there. It's the future food. Is er ergens een bakje koffie? Wat? Is er ergens een bakje? Oké, jongens, wie heeft er zin in een spelletje Twister? Oké, dus voet op brood. Xander toch? Simon toch met deze accordeon? Wanneer is het Pasen? Kijk volgende week weer naar Jim TV.